Ik kende de man. Een Hollander. Grijze sokken, maar met een blik in zijn ogen die je inspireerde. En die man, die had een droom. Hele mooie droom. Hij wilde een dorp bouwen voor gehandicapten. Maar die heette toen nog anders, die heette toen nog invalide. Maar dat zijn we snel vergeten. En die droom, dames en heren, die is uitgekomen. En daarom is het vandaag zo'n bijzondere dag. Want na 50 jaar staat dat dorp hier nog steeds. En dat is iets om te vieren. Heel hartelijk welkom allemaal bij dit feest. Ja, dat was 50 jaar geleden. We gaan even terug in de tijd. En de man waarover ik het heb, dat weet u natuurlijk allemaal, dat was dokter Klapwijk. Arie Klapwijk. En het is zo'n genoegen en zoiets bijzonders om vandaag in ons midden te hebben zijn zoon en zijn zuster. Heel hartelijk welkom. Ik weet niet waar u zit. Hallo, ja daar. Dames en heren, Klapwijk junior en zijn zuster. Geweldig. Ja. Kijk, hij lijkt erop. Het is griezelig. Ja, het is gewoon griezelig. Ja, dames en heren. Jouw vader, die introduceerde in Nederland het begrip gehandicapte. Het begrip dat je een gehandicapte net zoveel recht kunt geven en dat hij die ook moet pakken, zoals wij allemaal hebben. Gewoon het recht om te leven zoals als wij allemaal willen leven. En dat zag hij in dat dorp. Maar ja, dan moest er nog een heleboel veranderen. En daarom moest er eerst maar geld komen om dat dorp te bouwen. En hij benaderde de AVRO. En de AVRO dacht eerst aan een rustige AVRO-radioactie. Maar toen zei Ger Luchtenburg, toen programmahoofd, van nou, laten we er een televisieuitzending van maken. En we hadden ook eigenlijk nog niet zo'n idee hoe lang die zou duren. Totdat hij op een gegeven moment zei, zeg, in Amerika is Ed Sullivan en die heeft een marathon en voor een goed doel. En als wij dat nu ook eens doen, maar we verslaan hem. Nou, dat is leuk. Een Amerikaan verslaan. Dat zagen wij helemaal zitten. Dus Ed Sullivan deed het in 22 uur. En wij zeiden meteen uit de losse hand, dan maken wij er 24 uur van. Nou, toen ging de hele programmaraad die ging bedenken dat het wel leuk zou zijn als er verschillende presentatoren het stokje zouden overgeven aan de volgende en ook de regisseurs. En toen keek ik Theo Ordeman, een regisseur die als eerste werd aangewezen aan en hij mij. En toen zeiden we, nee, wij gaan dat of samen de hele tijd doen of we doen het niet. Nou, en zo is het toen gekomen dat we daar, nou zo geloof ongeveer 24 uur, maar nu veel langer natuurlijk, bezig zijn geweest die dag en die nacht en die dag. Om ja, dat bij elkaar te krijgen. En nou hebben we vandaag ongelooflijk veel pers bij elkaar gehad. En ja, die hadden wel meestal dezelfde vragen. En die zei onder andere, hoe heb u het toch volgehouden? Nou, ik zal je zeggen, jouw vader, die had witte druiven. En dat is het enige wat ik van hem kreeg. Die, door al die uren lang, elke keer een bosje witte druiven. En dat is een fantastisch pepmiddel. Dus ik kan dat aan de wielerij rustig. Ja, heel goed pepmiddel is dat hoor. Nou, en hoe zijn we nou begonnen? Dat wil ik u toch wel even vertellen. We begonnen met Hans Keller, een beroemde man in Hilversum. Die maakte een reportage van Jansje in Stroe. En Jansje was een dochter van twee oudere mensen al, die er erg mee in zaten wat er met hun kind moest gebeuren als zij er niet meer waren. Twee mogelijkheden, of je stopte ze maar ergens weg, of je bracht ze naar een inrichting. Ja, zo ging dat vroeger, want mensen, die ouders, die ja, schaamden zich toch een beetje om met een gehandicapt kind naar buiten te komen. Dus die werden gewoon allemaal binnengehouden. En daarom dat dorp dus ook, zoals u wel begrepen zult hebben. Nou, hij maakte die prachtige documentaire en daarna kwam ik dus op dat podium.
En zei, nou mensen, jullie hebben nu begrepen waar het om gaat. Jullie hebben allemaal wel een luciferdoosje thuis. Als je dat nou leeggooit en je doet er wat geld in, breng dat dan naar de dichtstbijzijnde benzinepomp of kruidenier. En ze deden het. Ze deden het niet bij tientallen, niet bij honderden en duizenden, maar met echt miljoenen mensen hebben gegeven. Want wat bleek, dat we op een gegeven moment kwam de opbrengst van die lucifers door, lucifersdoosjes door. En toen bleek het dat er 6 miljoen gulden alleen als was opgehaald door die luciferdoosjesactie. Nou, en toen we dat hoorden, konden we helemaal niet meer kapot. Dus toen begon het echt. Nou, in het begin, die artiesten zagen dat ook niet zo erg zitten hoor. Ja, wel van sector 2 of 3, maar de top, ja, daar moest je wel verschrikkelijk goed voor uit de bus komen om die over de streep te halen. En toen hebben we gewoon maar gedacht van nou, dan komen jullie maar niet. En zijn we begonnen met een soort draaiboek. Maar dat draaiboek konden we vrij snel weggooien, want er kwamen toch alsmaar artiesten en toneelspelers en muzikanten en wie dan ook naar de RAI toe in Amsterdam, want daar was het allemaal in een hele grote zaal. En die artiesten die hebben gewoon in de rij moeten staan tot ze aan de beurt kwamen. En dat waren niet de geringste. Toon Hermans kwam tenslotte toch. Die zei eerst, wat doe je in godsnaam 24 uur op dat scherm? Ben je nou helemaal gek geworden? Ja, zei hij, wij zijn helemaal gek geworden en we gaan dat doen. Nou, hij zag het eerst niet zitten, maar toen kwam hij en zong. Ja, Mien, laat eens zien waar je feestneus is of zoiets dergelijks. Ik weet ook niet meer precies hoe het heet, maar iets dergelijks. Mien met de feestneus. Enfin, ik herinner me nog, want dat werd me ook vandaag gevraagd, wat was nou een hoogtepunt? Nou, dat is een oneerlijke vraag, want alles was een hoogtepunt. Het werd gewoon zoiets bijzonders, zoals wie het gemist heeft, het nooit zal zien. Het was een goedgeefsheid die ongeëvenaard was. Het was een pret van het geven, want wie naar de RAI kwam, die knokte zich naar voren en die gaf een emmer geld, een varken, een zeilboot, een zakje met een weekloon. Dan dacht ik altijd wel, de volgende week ben ik niet de grootste vriendin van de familie. Dat zat er niet zo erg in. Maar hoe dan ook, iedereen gaf en de vreugde van het geven en het doel waar iedereen achter stond, dat heeft geloof ik wel een indruk gemaakt op iedereen. En zoals ik vandaag vernomen heb van een heleboel journalisten, ja, het was zoiets ongekends dat wat we nu ook doen aan acties, en dat moeten we vooral blijven doen hoor, hoewel het er misschien wel een paar minder kunnen zijn, maar dat is dan mijn persoonlijke opmerking. Mensen die geven graag in Nederland. En toen ik dat laatst tegen iemand zei, toen zei ze, ja, dat komt ook door onze christelijke achtergrond en door, ja, we zijn niet zo slecht als we soms zelf denken. Of worden beweerd dat we zijn. U gaat nu vandaag de start krijgen van een fantastisch gebeuren. Dat dorp wat niet stilstaat en wat met allerlei technisch vernuft vernieuwd zal worden. De huizen zullen vernieuwd worden. De outillage van de mensen zal vernieuwd worden. En ik kan u niet zeggen hoe fantastisch, ja, ik stik bijna in het woord nadat ik het 10 keer gezegd heb vandaag minstens. Fantastisch ik het vind. En ik hoop zo dat u daar vanmiddag ook van doordrongen zult zijn, voor zover u toen niet gekeken heeft, lang geleden, naar die 24 uur. En ik hoop ook zo dat u warmte voor het dorp, maar voor alle gehandicapten in Nederland zal blijven bestaan. Want de droom van dokter Klapwijk is uitgekomen. En die droom, die moeten we echt in stand houden. Dank u wel en een fijne middag.